Het is een hele tijd geleden dat ik een What's in My Bag maakte. En ik dacht, nou, laten we het gewoon lekker verschuiven naar Two Women. Dat vinden jullie wat ook leuk om te zien. Ik heb namelijk een nieuwe tas gekocht vorige week zaterdag bij Mulberry. En ja, ik weet dat je Mulberry hoort te zeggen, maar ik blijf altijd koppig met twee dubbele R's al Mulberry zeggen. Ik heb namelijk deze tas gekocht, een Lily. Ik wilde altijd al een Lily, zeker toen ik zag hoe vaak Willemijn hem ook gebruikte. Want hoewel ik mijn grote tassen ook nog vaak gebruik, gebruik ik de kleintjes toch... ik had eentje van Cara Delevingne bijvoorbeeld. Die gebruik ik echt heel vaak. En ik vind een Lily ook gewoon zo'n schattig leuk model. Dit is dus de Lily. Je hebt ook nog een medium Lily. Die is nog een heel stuk groter. En je hebt een mini Lily. En die zijn heel klein. Die zijn denk ik de helft van dit. En dat zijn echt meer uitgaanstasjes. Dan kun je denk ik net een bankpas in kwijt en een telefoon bijvoorbeeld. En een lipstick. Maar dit is dus de mijne. Het is de kleur Metallic Mushroom. Ik had de laatste. Nou, en ik vond deze... Vorig jaar kwam hij uit volgens mij. En rond de herfst. Toen vond ik hem al heel mooi. Maar toen had ik er het geld nog niet voor. Dus toen besloot ik ervoor te sparen. En nu is het bijna een jaar later. Dus hij komt dus bijna ook in de sale. Maar in Nederland was dit dus het laatste exemplaar wat ze hadden. Dus toen heb ik heel lief gevraagd. Kun je hem dan achterhouden? Want ik wilde hem echt heel graag kopen. En dat hebben ze gedaan bij Mulberry. Dus hartstikke lief. Dankjewel. En ja, weet je wat het is? Want... Ja, online durf ik dat niet zo goed aan. Als er eenmaal sale is, dan gaan die dingen heel erg snel. En ik was heel erg bang dat ik dan ja, mis zou grijpen. Dit is gewoon echt, deze tas schreeuwt gewoon Martine met glitter en glam natuurlijk. En dit is de metallic mushroom kleur dus. En na verloop van tijd zal de glans wat meer verdwijnen, werd er me gezegd. En komt er echt een hele mooie taupekleur naar voren. En ik dacht eerst, oh, het is misschien wel een beetje jammer dat de glans verdwijnt. Maar hij wordt eigenlijk alleen maar mooier op. En ja, je zal altijd een beetje dat metallic blijven zien. Maar wat zit er eigenlijk in? Dit is wat ik vaak meeneem als ik een dagje naar Amsterdam ga. En dat ga ik nu laten zien. Zo, maak hem even open. Dit is trouwens hoe je er van binnen uitziet. Een beetje zacht, zwerde bruin. Nou, ten eerste neem ik altijd mijn telefoon mee. Dit is een hoesje van eBay. Die heeft Jork voor mij gekocht. Er staat Kiss and Love op. En ik vond me al heel, heel kwijlerig en zo. En hier bewaar ik meestal één bankpasje in. Dat ben ik gaan doen toen ik het hoesje had. En sindsdien ja, doe ik dat de hele tijd. Ik merk trouwens niks aan mijn bankpas of zo. Dat hij het niet meer doet door mijn telefoon. Dat hoor je wel eens, maar... Ja, ik merk er niks van. Dus mijn iPhone zit erin. Eens even kijken. Ja, altijd heel belangrijk. Want ik moet natuurlijk met de bus een stuk. Vaak. En dan met de trein ga ik met Willemijn samen. Maar in de bus verveel ik me altijd rot. En dan heb ik altijd muziek bij me. Dit is een van de oud MP3'tje. Doe het nog prima. En ik heb de oortjes van mijn Samsung hier zelfs op zitten, zie ik. Heerlijk. Ik kan gewoon niet zonder muziek in de bus. Dat vind ik echt zo saai. Mijn borstel, dat is mijn kleine borstel van Mason Pearson, zit er altijd in. Want ja, mijn haar gaat altijd heel erg snel lijzig en klitterig hangen als ik het gedurende de dag niet borstel. Dat heb ik trouwens vroeger deed het echt nooit, maar dat ben ik pas echt de laatste jaren gaan doen. Hier heb ik ook nog een leuk spiegeltje in zitten, een roze van Jip en Janneke, om mijn make-up bij te werken. En even denken, oh ja, voor make-up, ik neem altijd eigenlijk make-up mee. Ik neem altijd sowieso een poeder mee, hier zit zo'n soort, ja wat is het, sponsje bij eigenlijk. Vind ik zelf nog eens heel hygiënisch, maar voor onderweg denk ik, ach, nou ja, goed. Dus een poeder zit erbij om mijn neus nog eens af te poederen als die gaat glimmen. Ik doe altijd ook een beetje, klein beetje concealer, neem ik mee, van Catrice. Dat doe ik omdat, ja, hoe zeg je dat? Anders gaat mijn make-up toch een beetje lopen in de loop van de dag. Dus dan vind ik het fijn om het bij te werken. Oh ja, mijn huissleutels natuurlijk. Zit een beetje dubbel. Is een uil aan, heb ik van mijn zus gekregen uit Thailand. Wel grappig, dan weet ik precies welke ik moet pakken. En dan heb ik nog mijn portemonnee natuurlijk, dat is altijd handig. Van Ted Baker, deze hemelsblauwe, daar ben ik nog steeds ontzettend blij mee. En wat heb ik nog meer? Mijn OV, dit is mijn oude studentenhoesje. Het ziet er trouwens heel erg verlept uit. Tadaa. Oh ja, trouwens, als je veel met de bus gaat en je hebt geen studenten... OV meer, de 40-4 korting vind ik trouwens heel erg handig. Dan krijg je toch 40% korting zeg maar na 9 uur 's ochtends en de rest van de dag. En het weekend de hele dag geloof ik. Ik heb er zelf heel veel aan. Er zitten nog wat visitekaartjes in. Ons visitekaartje bestaat uit een voor en achter. Voor staat er op Live Life Gorgeous alle info en achterop staat Two Women. Het is altijd wel handig, zo'n bedrukt kaartje als je twee blogs hebt. Kauwgom zit er ook in. Altijd handig voor onderweg. En nu is die leeg. Maar ik stop echt overal nog wat in. En even kijken, in de rits heb ik ook nog wat. Mijn fietssleutel. Ja, vanochtend kwam ik erachter dat hij niet in de garage stond, maar nog bij de bus, dat ik hem vergeten was. Dom. En nog een lipstick. En deze keer is dat MAC Brave. Nou, zo zie je maar weer. Het lijkt misschien een klein tasje, maar eigenlijk ja, past alles er voor een dagje stad gewoon in.
Nou, dit is de... Ik zal hem even dicht doen. Dan kun je trouwens ook zien hoe dat eruit ziet als hij leeg is. Op zich blijft hij nog wel goed... Ik zal even mijn spullen hier neerleggen. Zo. Hij blijft op zich nog wel goed in vorm, zoals je ziet. Hij is gewoon wel platter. Maar hij blijft nog wel netjes. Dat was dit, de What's in My Bag. Heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren. Wat neem jij allemaal mee als je een dagje naar Amsterdam gaat of een andere stad? En tot de volgende keer. Doei! This is the lifestyle of two women. Two.